Azure heeft de afgelopen jaren een aantal zeer innovatieve systeemintegratieproducten gemaakt, zoals ook de Azure MXA 19 Ceiling Array, die voornamelijk gebruikt wordt in Visie Conference ruimtes. Maar er zijn ook vele andere mogelijkheden met dit product, zoals hier in het Radboud UMC bij de traumakamers. We zijn op de traumakamer van het Radboud UMC en we vangen hier veel patiënten op. Dat doen we altijd met veel mensen. Daar staan ook altijd veel mensen in opleiding bij en dat was te veel op een traumakamer. We zochten een oplossing waarbij we goed geluid hadden, goed beeld hadden om de mensen in opleiding te kunnen voorzien van het beeld en het geluid op de traumakamer. We hebben gekozen voor de MXA 910 omdat bij een calamiteit het verpleegkundig personeel natuurlijk heel erg snel naar de traumakamer moet. Zou je hetzelfde willen doen met een conventioneel systeem op basis van draadloze bodypacks, dan is dat eigenlijk niet te doen. Men moet hier snel naartoe. En met de MXA 19 staat eigenlijk in feite alles al klaar en is de kwestie van het drukken op de knop en het systeem werkt. Dus ja, eenvoudiger dan dat kunnen we het gewoon niet maken. We hebben om de acceptatie eigenlijk zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we eerst een demo gedaan samen met Shure. En men was eigenlijk heel erg enthousiast. Plafondtekens, daar denk je niet aan, heel snel. Over het geluid zijn we heel tevreden. Het is verstaanbaar, het is helder. Het achtergrondgeluid horen we bijna niet. Met deze plafondtekens hebben we uiteindelijk een hele mooie oplossing gevonden die niet in de weg staat. En die een heel mooi geluid oplevert. Dus ik zou het zeker aanraden. Kortom, de Shure MXA 19 is niet alleen toepasbaar in vergaderruimtes, maar ook zoals hier in een ziekenhuis op een traumakamer.